Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je je zadelhoogte kan weten. In de vorige video heb ik uitgelegd hoe je je binnenbeenlengte opmeet en deze heb je nodig om je zadelhoogte te kunnen weten. Je pakt je binnenbeenlengte, je haalt hier 10,5 cm vanaf, dan heb je ongeveer je zadelhoogte. Mocht het niet goed zijn, kan je dit altijd controleren op de fiets en ik ga je laten zien hoe je dat kan controleren. Je stapt op de fiets, hierbij zet je je hakken op de pedaal, je draait achteruit en je houdt je pedaal onderin helemaal stil. Op dit moment is mijn been niet volledig gestrekt, er zit een kleine buiging in. Dit betekent dat mijn zadelhoogte goed is. Wanneer mijn been te veel buigt, of juist te veel strekt, betekent dit dat ik te hoog of juist te laag zit. Zo kun je het makkelijk controleren. Inmiddels sta ik weer naast de fiets. Ik heb een tweede proefpersoon en bij haar ga ik laten zien of haar zadelhoogte goed staat. Ze houdt het stuur goed vast om de volledige lengte mee te pakken. Inmiddels draait ze de pedalen achteruit en stopt ze onderin. Zoals jullie kunnen zien heeft de knie een te grote buiging en moet het zadel hoger. Hierdoor voorkom je problemen aan de knie of andere gewrichten. Dit was de video over je zadelhoogte afstellen. Het is belangrijk dat je je binnenbeenlengte goed opmeet, dat je je hak op de pedaal zet wanneer je je zadelhoogte bekijkt. En zo kan je precies zien of je goed zit. Ik hoop dat het duidelijk is en ik zie jullie weer graag de volgende keer. Groetjes van mij.